Een trotse minister Korthals opende in de buurt van Harderwijk een nieuwe snelverkeersweg door een bord werk in uitvoering te vervangen door het bekende bord autoweg. Daarmee was een belangrijk gedeelte van Rijksweg 28 en wel van Harderwijk naar Wezep officieel voor het verkeer opengesteld. De bewindsman maakte als eerste een tocht over deze dubbelbanige autostrada die doorgaat voor de mooiste in Europa en die beveiligd wordt door een 24 meter brede middenberm. Op verschillende plaatsen terzijde van de weg vindt de automobilist mogelijkheden tot verpozing. Op geen enkel punt van deze tussen zandverstuivingen ingegraven weg ondervindt men hinder van kruisend verkeer, doordat er vele viaducten zijn gebouwd. Zo is een alleszins veilige verkeerssituatie geschapen, die wel in schrille tegenstelling staat tot de vroegere, smalle Zuiderzeestraatweg, waar het snelverkeer op heel wat plaatsen de 50 kilometer grens niet mocht overschrijden. Ieder jaar gebeurden hier ongeveer 2000 ernstige ongelukken. Aan de vaak langdurige verkeersopstoppingen is dan nu definitief een einde gekomen met de ingebruikneming van de nieuwe 31 kilometer lange verkeersbaan die de route naar Zwolle met ongeveer 6 kilometer bekort. Het verkeer naar en van het noorden gaat door deze weg een zonnige toekomst tegemoet.